zin in een makkelijke barbecue-bijt? Dan zit je met deze gemarineerde garnalen omwikkeld met spek helemaal goed. Bastiaan, je gaat iets maken met garnalen. Ja, heerlijk toch? Garnalen, man. Mooi product op de barbecue, snel te bereiden en altijd makkelijk, lekker en goed te knabbelen. Zo gezegd. De barbecue bijt. Lekker omwikkeld met spek, maar voordat we dat gaan doen, gaan we ze eerst marineren. We hebben een hele toffe marinade. Oh? Ja, ja, als zeg ik het zelf. Zeg ik het zelf. Maar goed, ik hoor het graag als jullie het geprobeerd hebben of jullie het met me eens zijn. Knoflook. Twee teentjes. Lekker raspen weer. Yep. Gember? Yes. Ongeveer 2 centimeter gember raspen. Dat is dat. Dan 3 eetlepels citroen. Citroen of citroen? Citroen. Citroen. Ja, die kunnen we erbij. Pintje. Zo. Dat is die. Dan gaan we kijken. 2 eetlepels olie. Je was even wat spiek op het blaadje. Ja, ik wist niet meer goed of het 1 of 2 eetlepels olie was. Nou, dat maar we gaan naar 2. 1, 2. Dan sesamolie. Niet te veel, 1 theelepeltje. En als je het lekker vindt, mag je wat meer gebruiken. Maar het is wel. Oh, voegt echt wel wat smaak toe. 60 milliliter sojasaus. 60 milliliter barbecue saus. En dan lekker hutselen. En dan wordt het roerig geblazen. Ik heb hier de garnalen. En dan gaan we het in het zakje doen en marineren. In het zakje, dus. Joppie. Daar gaat hij. En volgens mij 10 minuten of niet? Nee, 10 uurtjes. 10 uurtjes? Ja. Ja, want ik kreeg een 10 ja? als signaal door. Oh ja, nee. Maar het waren dus uren. Ja, 10 uur, nee. 10 minuutjes, laten we het even lekker erin zitten. Leg het wel weer terug in de koeling, hè? Anders zit je straks minimaal 10 minuten op de wc. Oh, dat moeten we niet hebben. Nee, toch? Precies, dus ik ga even naar de koeling. Zo. 10 minuten voorbij. 10 minuten verder. Maar een uur mag ook. Ja, maar dan zou ik ook wel ophouden. Hè, ja? Ja, dat wel. Maar een uurtje kan het wel hebben, hoor. Kijk eens. Mooi. Ja, lekker, hè? En nu ga je ze inwikkelen. Ja, ik heb hier de spek. En dan pak je zo'n garnaaltje. En lekker wikkelen. Nou, lekker wikkelen. Nou, Bastiaan, dit is een mooi klusje voor jou. Ja, zal ik je roepen als ik klaar ben? Dat is goed. Mooi zo. Zo. Dan gaan we. Lekker ingewikkeld, dus nu mogen ze op de barbecue. Nou, zo ingewikkeld is het helemaal niet. Nee, van nee, hè? En als je dan straks lekker de mensen thuis hebt, een paar van die garnaaltjes erop, kan je lekker snel eten. Dan is het eerste trekje alweer gestild. Kijk eens, mooi lekker aan het garen. Ja. Bastiaan, is het zover? Kijk eens, de barbecue bites met de gemarineerde garnaaltjes. Heel simpel en toch heel lekker, denk ik. Ja, nou ja, vooral die marinade, die geeft echt wel een leuke twist even aan die garnaal. En dan denk ik dat je weer wat leuks kan aanbieden als de mensen binnenkomen. Ja, dat is gewoon lekkere snack inderdaad. Nou, niet meer, niet minder. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Als het maar lekker is. Ja, waar gaat het om? Kijk eens. Nou, wat citroen erbij. Nou, dit zijn de rakkers. De gemarineerde garnalen in een jasje van spek. Genieten wordt dat. Nou, wil je weten wat er meer kan met die barbecue? Dan moet je even kijken op campinggas.nl. Dan kan je meer informatie zien over Attitude to go electric, dat is hem. Dit zijn de bites. Ik denk dat ik even in ga bijten. Oh ja. Dan zeg ik mensen abonneer op het YouTube kanaal. Ja. En dan gaan we even kijken of Bastiaan. Kijk eens. Ah. Lekker? Mm-hmm. Nou Bastiaan, ik laat jou lekker genieten. Ja. Dan zeg ik tot volgende week. Bedankt weer. Jongens, veel plezier. Tot ziens. Ik neem deze mee. Ik ga lekker eten. Doei. Hoi.